gaan we nu even zorgen dat we al deze vakken in het midden krijgen. En zoals ook in ons voorbeeldje. Oh. Wat moeten we daarvoor doen? Gaan we naar mijn broncode toe. Mogelijk ook een ander programma. Dat is niet de bedoeling. Nou, gaan we onze broncode toe. We willen nu alle vakjes in het midden hebben staan. Ik ga hem even iets uitzoomen met command min. Zo, dat wil ik in het midden hebben staan. Dan moet ik alle vakjes in een nieuw vakje plaatsen. Dus we doen weer beeldje links, DIV. Die is. Bij die, dan kunnen we gewoon enter drukken. Nou, dat vakje noem ik voor het gemak even centreren. En dan doe ik weer beeldje naar links. Maar nu ga ik hem niet afsluiten nog direct. Ik wil namelijk dat deze vakjes, ja, die komen hierin. En ik had gezegd, hè, na het beeldje naar rechts begint eigenlijk het vakje. Dus we doen al. Die andere vakjes stoppen we hier nu in. Nou, dan is het even netjes om dit allemaal te selecteren en even op tab te drukken. Zodat het allemaal iets naar rechts gaat. En dan krijg je een mooie structuur. En moeten we hier onder dit laatste, onder de sluitdiff van footer, sluiten we dan het diffje centreren. En zo zie je deze sluit dus centreren. En die andere sluiten hun eigen diffje wat erboven staat. Zo. En deze sluit header, deze sluit menu, deze sluit tekstvak, deze sluit het rechtervakje, die sluit footer, en deze sluit dus centreren. En het is echt belangrijk dat dat allemaal goed gesloten wordt. Dan maak je, anders gaat het niet goed werken. Nou, we slaan het even op met command S weer. Dan gaan we naar onze style. En we beginnen hier onderaan een nieuwe regel. En zoals ik zei, ik wil dus dat dit allemaal in het midden komt te staan. Daarvoor moet ik eerst de breedte aannemen. Ja, hoe breed dit allemaal is. Nou, dat is dus 960 breed. Dus die kopieer ik even alvast. Nou, die 960 breed ga ik geven aan het diffje centreren. Dus we doen een hekje, hebben we als ID, en dan centreren. Dan doen we accolade naar rechts, en dan sluiten we weer met een accolade naar links. En daartussen plakken we dan die breedte. Een hoogte hoef ik hem niet te geven, maar wel iets anders. En daarvoor pak ik even snel het speakbriefje. En al die dingen, hè, zoals ik al zei, al die dingen die ik heb uitgelegd, staan altijd ook in het speakbriefje. En die stond in je stapmap. Nou, we moeten namelijk wat ruimte omheen plaatsen. En daarvoor gebruiken we witte ruimte buiten een tag, dat is margin. Dus dit moeten we even kopiëren dus. Hier neerzetten. Nou, margin, hè, we hebben hier dus nu staan, is vier dingen nodig. Dat werkt hetzelfde als padding, dat is witte ruimte ergens binnen. Nou, namelijk eerst ruimte aan de bovenkant, dan hier zo, hè. Dus de bovenkant, ruimte aan de rechterkant, ruimte aan de onderkant en ruimte aan de linkerkant. Dus eigenlijk gewoon met de klok van boven en dan met de klok mee dus naar links. Dit is een voorbeeldje. Hier is bijvoorbeeld, hier zit nu dus 10 pixels aan de bovenkant. Hier zit nu 20 pixels aan de rechterkant, hè, zoals je hier zo ziet. 30 pixels aan de onderkant en dus 10 aan de linkerkant. Dat is maar een voorbeeldje dus. Hè? Nou, ik kan dit even kopiëren. Want het zal niet helemaal hetzelfde zijn namelijk. En dan hier even plakken. En dan gaan we een beetje aanpassen. Ik wil graag dat er 50 pixels boven mijn centreren komt. Maar aan de rechterkant wil ik dus, ik wil dat hij in het midden komt. En dan moet je aan de rechter en de linkerkant altijd het woordje auto typen. Dat staat voor automatisch. Nou, de onderkant hoeft niks te doen, dus ik kan ook gewoon echt alleen een nulletje typen. En dan 0px. En de linkerkant wil ik ook dus, hè, zoals ik zei, dat die ook automatisch gaat. Dus weer het woordje auto. En dus om iets in het midden te zetten, is het dus belangrijk dat je dus margin gebruikt.
En dat de rechterkant, hè, boven rechts, onder links, dus de rechterkant en de linkerkant het woordje auto krijgen. Wat de andere getallen krijgen, dat is aan jou. Dat is niet heel erg van belang. Maar deze en die zijn wel heel belangrijk. Nou, dit slaan we nu op. En dan gaan we even kijken. Weer het woordje, en dan voor vertoning. En dan zie je dus dat die in het midden staat. Dus, ja, we hebben de vakken nu dus gebouwd. De vakken gebouwd met de divjes. Ja. Ik zal hem even naast zetten zo. Ja, het vakje header is het blauwe vakje geworden. Het vakje menu, dat is dit groene vakje geworden. Het vakje tekstvak is dit paarse vakje geworden. Het oranje vakje heet rechter-streepje vak. En de footer is het gele vakje in dit voorbeeld. En het vakje centreren, waar die andere vakjes allemaal in staan, ja, die zien we verder niet. Hè. Die heeft geen kleur of iets dergelijks. Maar daar zitten alle andere vakjes in. Nou, en zo werkt het eigenlijk. Tot zover dus de uitleg over het maken van de divjes.